De klas 2 Latijn van het Emmaüs Instituut uit Aalter heeft de finale van de Kikwis gewonnen. Ze waren gisterenmorgen in Brussel, de beste van 5 Vlaamse klassen. Dat is een quiz over de actualiteit en dat was in 5 delen verdeeld. Binnenland, buitenland, sport, wetenschap en technologie, cultuur en media. En we zijn daar met 96 punten voorsprong meegewonnen. We hebben dus eerst en vooral meegedaan aan een kranten in de klas project. We hebben heel veel kranten gelezen en wij zijn dan na verloop van tijd beginnen meedoen aan de kranten in de klas quiz. De leerlingen moesten vragen oplossen en dat was online. En wij zijn daarvoor geselecteerd en wij zijn dan naar Brussel mogen trekken vanochtend en hebben dus meegedaan aan die finale. Kik staat dus voor kranten in de klas. Door deel te nemen aan een quiz op het internet, kon 2 Latijn zich kwalificeren voor de grote finale. Die werd gepresenteerd door Freek Braakman. De prijs werd uitgereikt door minister van Media Ingrid Liete. Elk jaar tot nu toe denk ik dat we daar al vier jaar aan deelnemen aan het project Kranten in de Klas in het tweede jaar. En dat is eigenlijk een heel leuk project waar de leerlingen kennis maken met allerlei kranten, met het nieuws. Ze worden ook een beetje gemotiveerd om de actualiteit te volgen. Bij een overwinning hoort natuurlijk ook een prijs. Ze hebben zelf mogen kiezen eigenlijk, want het was zo. De winnaar mocht kiezen uit 5 prijzen. En ze hebben een bezoek aan Antwerpen en aan de Zoo gekozen. Altijd laat zich niet doen, wij zijn geen kampioen! Yeah!